Dat is best een lastige vraag om goed te beantwoorden. Ik zeg altijd dat als er klachten zijn of als je ongerust bent, dan is het goed om een consult te boeken. Want dan kunnen we er samen naar kijken en dan kunnen we erover praten. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat implantaten, dat je daar pijnklachten aan hebt of klachten van een soort allergische reactie. Of een kapselcontractuur, dat het wat verandert van vorm en harder en steviger wordt. Dat zijn allemaal redenen waarom je een consult zou kunnen boeken. En dan kunnen we er samen naar kijken en dan kunnen we erover hebben wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Wanneer je geen klachten hebt van je implantaten, is er in principe geen reden om je implantaten te moeten vervangen. Dus het is niet zo dat je per se na 10 jaar of zo je implantaten zou moeten vervangen. Ja, het herstel na het vervangen van implantaten, dat is tussen de 4 en de 8 weken. Het hangt ook een beetje vanaf of je een andere maat implantaat hebt gekregen en of er veel kapsel is verwijderd. Op elke operatie kan je het beste voorbereiden door gezond te leven. Zorg dat je zo fit mogelijk bent als je de operatie ingaat. Zo gezond mogelijk eet, goed slapen. Mocht je roken, adviseren we je om 6 weken van tevoren te stoppen met roken en het liefst ook 6 weken na de operatie.